Hans Wieringa werd tijdens een bezoek aan zijn broer plotseling niet lekker. En ineens betrapt mij erop dat ik mijn mond goed krijg te geven. En ik begin water altijd uit te spreken. Ik heb niet meer onder controle. En ik laat met mijn linkerhand op mijn bril vallen. En mijn vrouw die zegt, wat is dat? Ik zeg, breng me maar naar huis, want dit komt niet goed. Want ik ben op Rijnkring en nog naar de auto gelopen. Ik had wel het gevoel dat ik dronken was toen ik door het tuinpark liep. Thuis gekomen, na 500 meter, kon ik de auto niet meer uit. Mijn vrouw heeft dat een beetje onderschat. En toen ben ik lichtelijk ondersteboven gesodemieterd, over de motorkap heen. En toen, twee minuten later, stond een ambulance voor de deur. En nu lig ik hier. Ja. En dat is me overkomen. En hoe is het nu? Dodelijk vermoeid. Toch slecht geslapen. We zijn vandaag een onnoemelijk aantal indrukken. En emoties ga je hersens voorbij. Van hoe loopt dit af? Eindig ik in een rolstoel? Of loop ik met 2 weken gewoon weer? Mm-hmm. Ik heb mijn eigen bedrijf. Hoe gaat dat? Moet ik eruit? Of moet ik voor een vervanger zorgen? Dat zijn dingen die gewoon s'nachts bezighouden. Ook al bij u geweest, dokter Schrijver. De neuroloog legt uit wat er gaat gebeuren. Moet bij meneer Wieringa zijn. Wat we gaan doen, dat zal mijn collega wellicht gisteravond nog verteld hebben. Dus cardioloog gaat kijken. We gaan naar de halsvaten kijken. Dat gaat ook door naar uw hoofd. We gaan naar het vetten kijken. En dat is de ene kant, het onderzoek. En de andere kant gaan we u ook weer revalideren. Om u zo snel mogelijk weer op de been te krijgen. Dat is het plan. Hans Wieringa heeft hulp nodig bij de zelfzorg. Zoals douchen. Allemaal wat natter hier. Ja, ik heb wel gedoucht. U bent gedoucht en dat was eigenlijk de opzet. Kijk, doen we even de sloffen zo ver aan. En dan kun je hem lekker uitrusten op bed. Want ik denk dat Marines u zo mee wil hebben voor het bloedvatonderzoek, hè? Ja, voet over de drempel. Ja. Zet hem er gewoon bij. Ja. Ja. Lopen we weer terug naar uw bed. Goed, omhoog. Zet hem erbij. Ja? Hans is licht verlamd aan de linkerkant van zijn lichaam. Ik vraag dat u eerst met het linkerbeen komt staan. Ga maar staan. Kijk, dan moet je bretels aan doen. Wacht even, ja. Het praten gaat steeds beter. Het articuleren is nog een beetje gestoord, maar de logopedist verwacht dat dat wel over zal gaan. Omhoog doet. Goed, hè? Prima. Het is nu de bedoeling dat je bolle wangen maakt, dus een hoop lucht inneemt en dat dan zo lang mogelijk probeert vast te houden. Ja, stop maar. Geweldig. Nou, daar kunnen we dus echt geen afwijking van maken. Heel goed. Het verandert je hele leven, denk ik. Maar wat er nou precies gaat gebeuren allemaal, ik heb daar nog geen beeld van. Hans zegt van, we zien wel. Ja, zij praat er duidelijk meer over dan ik. Zij is al in de tweede fase wat er allemaal moet gebeuren als ik thuis kom. Het is nu eerst tijd voor mijn persoon. Eerst maken dat ik beter word en ontslagen word. Dan zit jij toch wat moeilijker in elkaar. Ja, ik heb geen idee of ik mijn werk kan voortzetten. Ik werk gewoon toch wel 4 volle dagen in de week. En als je de hele dag alleen bent, ik weet niet eens of dat kan. Ik bedoel, ik weet niks van. Hij zegt, ik red me wel, maar ik vind het zelf doodeng. Voor hetzelfde valt hij zo weer neer en hij is helemaal alleen thuis. Wat gaat er dan gebeuren? Is goed. Ik heb goed bericht. Ik heb goed geslapen vannacht. Nee, ik mag, als alles goed gaat, mag ik heel misschien vrijdag naar huis.
Nee, lopen gaat goed. Nou, je moet thuis revalideren. Nee, ik moet één keer per dag dan hierheen naar Diakonis of naar Van Swieten, dit ziekenhuis. Eén keer per dag een uurtje oefenen. Kom gauw dan een keer langs. En bedankt, ja? Voor alles. Na een verblijf van 2 weken in het ziekenhuis mag Hans Wieringa weer naar huis. Daar wordt hij direct geconfronteerd met zijn beperkingen. Dan kom maar weer. Hij gaat de volgende dag al naar zijn bedrijf. Het valt niet mee. Hij heeft erg veel last van het lawaai in de fabriek. Ik ben zeker op een paar dingen heel erg veranderd zelfs. Ik ben heel kort. Zo kan ik mezelf niet. Eén verkeerd woord en ik sta gelijk met de hakken in de grond op mijn achterste benen. Zo ken ik mezelf helemaal niet. Een heel raar voorbeeld. Sprekend voorbeeld. Ik was vorige week vrijdagmiddag, zonnetje scheen. Ik sta even voor de deur met mijn buurman 2 huizen verder te praten. De man is zijn auto weer binnen aan het schoonmaken. Sopje erbij, radiootje aan. Nou, hij praat met mij voor het eerst omdat hij mij in de ambulance heeft zien gaan. En, nou, eindelijk zien we elkaar dus weer. En terwijl hij met me praat, heb ik het sterk vergrote geluid van zijn autoradio in mijn oor. En ik weet dat dat ding helemaal niet hard staat. Maar ik heb het gevoel dat ik moet schreeuwen om hem verstaanbaar te maken. Dus ik ga helemaal uit mijn kubus. Ik schel hem helemaal stijf. Dat hij asociaal bezig is om die radio zo hard aan te zetten. En die man die kijkt me aan. Nou, ik heb niet netjes afscheid van hem genomen. En dan zit ik hier in huis en dan zit ik een potje te janken. Van, waarom nou? Ja. Je moet meemaken om te weten wat het is. En het is een mengelmoesje van een warboel in je hoofd. Wie ben ik en wat ken ik nog? Waarin moet ik me veranderen? Waarom richt ik nou schade aan terwijl ik het niet wil? Het heeft misschien ook te maken met vermoeidheid. Vermoeidheid. In deze fase, je bent moe. En als je de ene dag te veel doet, dan je lichaam is ongenaakbaar en je reken je daar de volgende dag helemaal op af. Dan ben je die dag erop helemaal geen mens. Het was dan laatstjarig en was hij op visite. En ik vond het geweldig dat hij hier, ik woon 3 hoog, al die trappen omhoog was gekomen. En goed, dat is dan heel positief. En dan zit hij hier en dan zijn we met zo'n 10 man als op visite is. En zoveel mensen door elkaar praten. Dat ik gewoon zie dat hij daar problemen mee heeft. En dat het toch gewoon op den duur van, nou jongens, alsjeblieft, praat 1 voor 1. Want ik kan er niet meer aan. En dan, ja, dan ben ik hartstikke blij dat hij geweest is. Maar dan aan de andere kant vind ik het verschrikkelijk om te zien dat hij gewoon pijn heeft. Dus, Je ziet ook wat het hem kost. Ja. Ik heb een overdreven bijgeluiden activiteit. Ik weet niet hoe ik hem verder uit moet leggen. Alles wat bijgeluid is, dat hoor ik waarschijnlijk 10 keer zo hard als een ander. Het zal wel tijdelijk zijn, maar het is hartstikke vervelend. Hans Wieringa gaat voor verdere revalidatie nog een paar keer per week naar het ziekenhuis. Prima. Oké. En stop maar. Je doet het automatisch met... Kijk, nou doe je eigenlijk nog te snel... Met rechts en die linker die hangt er wat bij. Hè? Dus proberen om juist die linker er heel goed bij te krijgen. Juist. Deze behandeling stopt na 2 maanden, beetje, maar zijn klachten erbij. Blijven. Hij praat erover met de neuroloog. Ik ben heel, op zijn Gronings gezegd, heel erg kort voor de kop. Ieder die me in de weg loopt, die banjer ik weg. Ja. Ik ben onredelijk. Mm-hmm. Nou, zo ben ik zelf niet. En ik heb mijn geheugen kwijt. Dagen, namen. Nou, ja. De neuroloog adviseert Hans zich neuropsychologisch te laten testen... om de gevolgen van de beroerte beter in kaart te brengen.
Nou, ik denk dat u ook wel benieuwd bent van wat er zo uit... Uit de test blijkt dat Hans moeite heeft met concentreren en het verwerken van informatie. Wat ik denk dat vooral op dit moment belangrijk is, is de manier waarop u met klachten omgaat. Dat u heeft een aantal vragenlijsten ook ingevuld. En daarin komt toch wel naar voren dat u veel klachten ervaart. Ook toch wel... dingen als angstgevoelens hebben, niet lekker in uw vel zitten. Je kijkt een beetje vreemd erbij. Nou, mag ik heel eerlijk zijn, kom me hartstikke vreemd voor. Ja? Ik ben geen angsthaas en ik probeer al die uren per dag dat ik wakker ben, de humor erin te houden. Ja, en nou, daar ben ik ook zeker van overtuigd. Ik zie de toekomst zonder tegemoet en ik zou niet weten waar ik bang voor ben. Ja. Ik hou niet van heel veel gezelschap. Ik hou niet veel van op de voorgrond treden met veel gezelschap om me heen. Ja, dat is ook wel iets, ja. Ja. Maar zo heeft iedereen wel een handicap. Maar dat is nooit iets van, nou, dat ik, nou ja, sterk overtrokken. Een soort angsthaas zou zijn. Nee. Ik zeg ook niet dat u een angsthaas bent. Het is wat anders dan dat u misschien wel gevoelens hebt van soms wat in paniek raken. Of wat gaan zweten. Of hartkloppingen. Of ik noem maar wat. Dat herkent u ook niet. Of dat u gespannen bent. Of... Ja, dat wel. Ja. Maar je ziet dat herstel... Naar aanleiding van het neuropsychologisch onderzoek stelt de revalidatiearts voor dat Hans verder begeleiding zoekt om beter met zijn klachten om te gaan. En nou ja. Hans echter besluit zijn eigen weg te volgen. Hij zoekt rust op zijn boot. Hij is vaak op zijn boot. Reparaties waar hij vroeger zijn hand niet voor omdraaide, kosten nu veel energie. Oh. Ik heb iets vergeten. Oh boy. Ik bedoel, Ik weet eigenlijk niet precies wat ik ervan moet zeggen, maar het is gewoon, je hele leven staat op de kop. Hij leeft eigenlijk een beetje als een oude persoon, zo zie ik dat. Niet negatief bedoeld, maar gewoon, 's middags moet hij echt slapen, want anders haalt hij de avond niet. En 's avonds is hij gauw moe en ligt ook vroeg op bed. Het is gewoon, het sociale leven, dat is ook best een beetje weg. En altijd in herhaling treden, iedere keer weer doorzagen over één onderwerp. Dan heb je ergens over, zeg ik dan, je hebt gelijk hoor, want daar ben ik er al zat van. Maar dan gaat hij iedere keer weer terug naar dat onderwerp. En dat kan hij wel 4, 5 keer herhalen op één avond. En jij hebt dit gezegd en jij hebt dat gezegd, weet je wel. Mm-hmm. Nou, en dat is soms irritant. Hoe ga je er zelf mee om? Dan leg ik het naast me neer. Als er dus iedere keer dat gezeur, dan geef ik hem gelijk. En dan hoop ik dat hij ophoudt, maar... Dat lukt niet altijd, want dan denk ik van laat maar. Dus ja, het heeft te maken met zijn ziek zijn, ik kan er ook niks aan doen. Dan zeg ik gewoon niks meer. Op advies van een kennis bezoekt Hans Wieringa een bijeenkomst van de CVA-vereniging Samen Verder. Ik kreeg al gauw door dat dat niet een vereniging was die de zieligheid naar buiten, maar gewoon een kwestie van... Met lotgenoten van kom, we gaan door. Ook weer die positieve inslag. Die hebben ervaring. Ik ben ook lid geworden ter plaatse van die vereniging. Vanmiddag staat op het programma. En ik zeg ook niet dat ik nooit weer kom. Maar ik heb tijdelijk even iets van, nou, voorlopig niet weer. Dan heb ik toch weer hetzelfde als wat ik ook tegen de neuroloog en mevrouw Schöner heb gezegd. Laat mij maar op mijn manier doen. Waarbij ik, nogmaals, ik wil niks afdoen van de organisatie Samen Verder. Ik heb begrepen, ze doen verschrikkelijk goed werk. Nou. Maar ik even tijdelijk even niet. Maar ik ben wel lid geworden. Boom, bloem, gras, knop, plant. Hans krijgt moeite met praten. Zijn huisarts verwijst hem naar een logopedist. Ja, nu komen de zinnen. Eerst korte en dan worden ze steeds langer. Ik ga naar de stad. Ik ga naar de stad.
Ik ga met mijn vriend naar de stad. Ik ga met mijn vriendin naar de stad. Hans Wieringa is lid van een mondharmonica club. Na anderhalf jaar pakt hij deze hobby weer op. Af en toe doet hij mee met een optreden voor bewoners in verpleeghuizen. De volgende dag is een, dat weet ik van tevoren, is een drama. Omdat ik het kost me enorm veel energie om die avond mee te maken. En ik moet mij sterk overdreven inzetten. Als ik dat doe, kan ik al die ideeën en indrukken van buitenaf zoveel mogelijk van me afzetten. Kan ik het ook het langste volhouden. Maar ik weet van mezelf dat de dag erop, dan moet ik het gewoon bekopen. Maar ik heb er heel graag voor over. Je moet gewoon kijken waar je polstok ligt en iedere keer die stok een stukje verder leggen. En daar krijg ik gewoon die kick van nou ja, dit doe ik weer. Niet vergeten, je moet wel, het is nu bijna 20 maanden geleden. 20 maanden knokken en maar positief blijven. Nou, dat ken je alleen maar als je die stok iedere keer heel ver legt en probeert te pakken. Je wordt er wel eens heel erg moe van, dat is ook waar. He, waarvan u toen hebt gezegd van nou, ik. Hans is nog lang niet de oude. Hij praat erover met zijn revalidatiearts. He, en nu zijn we, ik weet niet eens precies wanneer het is gedaan, maar nu zijn we zeg maar grofweg een jaar later. En heb ik opnieuw de vraag van moeten we er iets mee doen? He, moeten we er meer aandacht aan besteden? He, in de zin toch van. Een stukje begeleiding of zegt u van nou, ik weet waar ik aan toe ben en ik heb gewoon, ik vind daar mijn eigen weg wel in. Als ik dat nou zeg, ben ik dan arrogant? Nee, het is niet arrogant, u bepaalt het voor uzelf. Hans Wieringa gebruikt een bloedverdunner. Hij is bang opnieuw een beroerte te krijgen. Hij praat erover met zijn huisarts. In te nemen, maar je moet het niet als gewoonte gaan doen. Hoe groot loopt het nou risico dat het nog een keer gebeurt? Dat houdt me maatloos bezig. Ja, nou, het feit dat je ontstolling gebruikt, maakt dat je een veel geringere kans loopt. Ja. Ja, als je laten we zeggen, geen medicijnen gebruikt, dan loop je een bepaald risico. Omdat je bloedvaten in aanleg niet goed zijn. Of omdat je veel gerookt hebt en daardoor de bloedvaten beschadigd zijn. Of nou, door allerlei andere oorzaken kan het optreden. Hoge leeftijd, suikerziekte, noem maar op. Op het moment dat je het bloed dunner maakt, met of Syntrom, ontstollingsmiddel, of een kinderaspirintje, dan is het bloed zo dun dat de kans daarna dat het weer komt een heel stuk afneemt. Maar het is niet uitgesloten. Hans gaat verder met zijn revalidatie. Hij legt een rijproef af om te laten beoordelen of hij weer mag autorijden. Dus je moet alles laten gaan wat er aankomt. Hij slaagt voor de proef. Het duurt lang voordat Hans een WHO-uitkering van het GAK krijgt. Ik vind na 35 jaar belastingbetaler te zijn geweest, dat ze heel anders met me om moeten gaan. Ik hoef er helemaal niet beter van te worden, maar ik hoef 's nachts ook niet wakker te liggen. Want dat heb ik niet verdiend. Ik heb ook niet om die herseninfarct gevraagd. Dat vind ik triest, vind ik intriest. En voor mijn vrouw is het ook niet leuk, die weet ook niet waar ze aan toe is. En ik blijf me lenen en ik blijf me lenen van mijn eigen BV. Ja, dat moet vroeg of laat terug. Het probleem is, we zitten nu hier rustig. Ja, ik kan het nu heel goed weergeven. Als ik bij het GAK ben geweest, op fiets daarheen en op fiets terug, is totaal 16 kilometer door de stad, heb ik toch mooi geflikt. Daar ben ik dan trots op. Dan kom je thuis. Dan slaat ook nog eens een keer duidelijk de vermoeidheid toe van het stadsverkeer van die 16 kilometer. Ik kan op dat moment mijn vrouw niet uitleggen waarom of het GAK niet uitkeert. Dan krijg je dus weer een probleem. Ik kan het mijn vrouw niet uitleggen. Ik snap het zelf al niet eens 100%. Laat staan dat ik het mijn vrouw uit, maar dan heb ik mijn last van mijn herseninfarct. Want ik kan het niet uitleggen door vermoeidheid. En dan heb je thuis weer een stuk toch wel irritatie.
van, zal ik volgende keer een beetje mee? Dat moet ook niet, want ik knok voor mijn zelfstandigheid. Lichamelijk zijn er in grote trekken geen beperkingen meer. Natuurlijk, ik heb de armen en de benen zijn weggevallen. Alles werkt perfect zoals het hoort. Alleen, je hebt het gevoel dat het hoort niet meer bij je. Mijn ledematen zijn er aangeplakt. Afgezien dat ze precies doen wat ik wil. Maar het is niet meer iets van mezelf. Dat is heel vreemd. Is ook niet uit te leggen eigenlijk. Maar als je het over seksualiteit hebt, is het eigenlijk het souveniertje wat je er nou een beetje aan overgehouden hebt. Na 2 jaar alles overwegende. Dat zeg maar gewoon als je seks hebt met je vrouw. Dan op het hoogtepunt, zeg maar gewoon het orgasme, is voor mij een absoluut drama. Alles werkt daar zoals het moet. Maar ik heb 3-4 dagen een chaos in mijn hoofd die helemaal niet leuk is. Dat ruist en dat zuist en dat doet. Maar dan moet je zeggen van ja, niks is ons vreemd. Maar soms als een vrouw een beetje begint te klieren in bed, dan loop ik er nog wel eens een voor weg. Want het is me geen 3 dagen chaos in mijn hoofd meer waard. Ja, dat is ook niet iets waar je zomaar even over praat of met je gewone humor mee omgaat. Dit is nog wel ingrijpend. Je bent de eerste die het me vraagt. Is het zo? Ja. Natuurlijk is mijn vrouw getrouwd met een heel andere man. En daar hebben we samen behoorlijk voor moeten knokken. En we zijn er samen redelijk uitgekomen. Dan moet ik ook zeggen dat mijn vrouw overdag haar werk heeft. En die gaat s'avonds natuurlijk 1 keer in zoveel tijd. Dan gaat ze met de collega's van haar werk s'avonds op pad. Nou, omdat ik niet met haar naar een bioscoop ga of bijvoorbeeld. Of je doet me ook geen plezier met een etentje in een restaurant. Nou, als zij dit met haar collega's wel doet, is dat een heel leuk alternatief. Ik kan me voorstellen dat er met de kinderen ook wat veranderd is in verhouding of verhoudingen. Ik heb soms het idee, dan moet ik heel voorzichtig zijn wat ik zeg, ik heb soms het idee dat dat ze een beetje niet helemaal meer voor vol aanzien. Ja? Ja, dat idee heb ik gewoon. Nou laat maar. Voorheen was het, als ik thuis kwam, dan ging het altijd over zaken en nog eens zaken. En natuurlijk ook wel over familie en dergelijke, maar heel veel over zijn werk. Dat is er nou niet meer, tenminste grotendeels niet meer. Waardoor hij bijvoorbeeld andere dingen, zijn tijd aan andere dingen steekt. En dat kan zijn als een voorbeeld de natuur, ik noem maar wat. Of zijn bootje, of dat hij daar zijn tijd in steekt. Daardoor wordt het een heel andere man. Voorheen sprak je over dagelijkse dingen op mijn werk. En nou praat je eigenlijk over over koetjes en bijtjes, de bijtjes en de bloemetjes moet ik zeggen. Dat is nogal een verschil, vind ik. Ook over kort zijn van stof of dingen net verkeerd begrijpen of opvangen, waardoor die anders reageren gaat, zoals hij voorheen eigenlijk nooit gedaan zou hebben. Dat heeft hij echt. En dat is voor iedereen eigenlijk, ook voor mezelf, aanpassen. Mijn compagnon, mijn broer, die jongens en meisjes die bij ons werken, die verwachten allemaal dat ik langzamerhand wel weer terugkom. Ik kom niet weer terug. Ik kom wel 2 of 3 keer per week daar een anderhalf, 2 uurtjes. En ik ben dan, ik vind het leuk om ze te ontmoeten. Ik wil zien hoe de ortenportefeuille ervoor staat. En ik moet me daar nog zo nodig mee bemoeien. Ik krijg steeds meer te horen van, goh joh, ga nou gewoon lekker weg. Want je begint weer te zweten en alles gaat je goed. Maar ik kom niet weer. Het meest belangrijkste is, het is waard om door te knokken. Het is echt waard om door te knokken. Ik ben heel blij dat ik er eigenlijk zo bij zit.